Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Don't Starve. Het is in the middle of the night. We gaan een konijntje koeken. Want we hebben behoorlijk veel konijntjes. Zelfs onze backpack zit vol met konijntjes. En we hebben honger, dus dat is maar goed ook. Dus ik ga even gauw eten. Als hij dat wil gaan doen, dank u. Oeh, daar krijgen we ook HP van. Mooi. Lieve konijntjes. Oké, dan gaan we er nog weer wat vermoorden. Want we hebben aardig veel uit de traps gekregen. Dus dat is wel heel chill. Ik weet niet wat het voor geluid is. Of dat zijn de konijntjes die vermoord worden, maar denk het niet. Maar het kan heel goed zijn, het geluid zijn van een doodgaand konijntje. Wauw, al 20 HP. Oh, het onweert. Fuck. Dan moeten we een lightning rod maken, maar daar hebben we niet meer aan. Kunnen we dit nog weer koeken? Nee. Oh, nee, stop. Wat konden we nog met petals maken? We konden toch iets maken? Een kroon of zo? 12. Oh nee, we hebben seeds, geen petals. Oeh, wat is hier aan het gebeuren eigenlijk? God, it's growing so slowly. Ja, vertel mij wat, maar dan moeten we eerst een ander fucking ding hebben. Science machine. We moeten dan een alchemy machine hebben. Maar dan moeten we eerst goud hebben en planken. En dat gaat moeilijk worden. Drying rack. The jerkies of racks. Use a science machine. Aha. Oh oh. Holy fuck. Daar ging ons het regent van natuurlijk. Ik dacht al, what the fuck, waarom is het weer zo donker? Oh, dat is echt lucky, want als het helemaal donker was en niet het ene kleine stukje pislichten was, hè, waren we echt dood geweest. Dan was dat het einde van de serie. Nee, dat was niet het einde van de serie. Als we doodgaan, wat sowieso gaat gebeuren, redelijk snel wel zelfs, denk ik. Maar dan, allemaal gaan we gewoon overnieuw op een nieuwe wereld. Want je krijgt XP, hoe lang je overleeft, en dan unlock je ook nieuwe characters, die ook nieuwe dingen kunnen, volgens mij. Denk ik, gok ik. Weet ik eigenlijk niet. Maar ik wou in ieder geval een hay wall maken. We krijgen er 4 ook, hè. Bedding. Dus dat is wel chill. Dus ik maak er gewoon even een paar. Mooi geluid. En dan gaan we even onze base afmaken. Dat is wel een heel goed... Repair? Serious? Waarom moeten we shit repairen? Ik vind deze muur net zo mooi. Oh, serieus? Hey, wall 20. Kan die hier nou nog langs? Ja, ook nog. Oh, for fuck's sake. Serieus? Dit is gewoon een gat. Wat is dit voor waardeloos iets? Kun je het geen eens blokken? Dat kan gewoon niet. Nee. Heb ik net geklikt dan? Waar de fuck is de rest van die muren gebleven? Oh, die zijn er al wel. What the fuck? Oh, hij kapt gewoon naar 10. Dan heeft hij er geen zin meer in of zo. Vind het allemaal prima. Zem grop. Gug, het is growing so slowly. Ja, kan ik niks aan doen. We gaan er gewoon nog een farm bij maken. Die bouw ik hier allemaal een beetje bij die muur. Zoals je merkt. Seed. Plant. Meer kunnen we het niet planten helaas. Kon het maar. Dan moeten we meer farms maken. Hopelijk geven die dingen ons wel echt iets waar we wat aan hebben. Dat zou echt fijn zijn. Maar ik ga even de muur verder afbouwen. Ga gewoon rechtdoor eigenlijk. Nee, niet repair. Oh, mooi! Zieke shit! Sowieso dat ik zo'n hoge muur wil. Oké, dus daar gaat al onze hooi. We hebben maar 1 fucking muur zometeen. Maar ik vind dit wel zo fucking badass dat het me eigenlijk niet boeit dat we maar 1 muur hebben. Maar het is wel handiger om even een tweede muur te hebben eigenlijk. En die wou ik vanaf hier. Zullen we die gelijk hoog gaan maken? Oké.
op zo gaan bouwen, zeg maar. Ik weet niet, ah ja, dat is weer een tree stump natuurlijk. Als het goed is gaan die dingen vanzelf wel een keer weg trouwens, hoop ik. Ik heb een hekel aan die boomstronken dingen. Op deze manier wou ik zeg maar een beetje een hoekje maken en een base. Oké, dat water is helemaal space en als je ronddraait. Ach, zie? Alleen de character blijven redelijk staan. Voor de rest. Drop. Nee, niet drop, jongen. Fuck. Ik bedoel natuurlijk. Fuck off. Beeld, dank u. Mooi. Kunnen gewoon doorbouwen. En we moeten ook een keer een opening maken. Dat is ook wel handig. Maar we kunnen daar in ieder geval langs. Dat is ook wel iets. Ik denk dat we hier zo meteen ook een keer gewoon. Of dat we gewoon helemaal recht doortrekken. En dan hebben we tenminste een beetje een grote base. Waar we redelijk veilig zijn. Ik zeg niet dat we veilig zijn. Ik zeg redelijk veilig. Veilig ben je nooit volgens mij in deze game. Is het nou niet klaar? Ik vind hem al wel redelijk klaar, maar. We hebben een shovel. Moeten we daar misschien. Kunnen we daar wat mee doen? Ik zeg mijn crop. Ah ja. Oké. Ik snap nog steeds het nut niet van die schop. Daar hebben we stront. Gooien we deze stront er voorbij. Cut reeds, die hebben we hier ook. Er zijn er nu 5. Twigs hebben we nog wel wat en we hebben nog wel wat. We bouwen er gewoon nog wat extra muur bij. We hebben hier nou weer bij gekregen. Die pitchfork, daar blijft hij ook mee, hè? Move the ground around. Oké. Okay. Ben je nu blij, game? Oeh, mooi, dig. Serieus, what the fuck? Wat kunnen we diggen dan? Puur omdat ik het niet helemaal vertrouw, gaan we buiten mijn base diggen. Ah! Dus dan kunnen we in plaats van stro, zodat er gras komt. Ah, dat is wel chill. Kunnen we zeg maar dat hout shit doen. We gaan eerst even al die traps checken trouwens, voordat we in nacht worden, want dat is binnenkort ook alweer. Maar niks dig. Gewoon set trap. Fuck af jongen, ik word gek van dat ding. In die quip. Zie je die tante in beeld. Of de traps gaan nog wel even mee, maar we moeten wel een keer een nieuwe trap maken straks. Dat zal wel fijn zijn. We hebben in ieder geval the Kingdom of the Bunnymen. We hebben in ieder geval weer wat voer. Eten, heet het, geen voer. Oeh, die trap is er slechter aan toe dan de rest. Nou, maakt het niet uit. Hebben we nu 5 kanijntjes? Nee, welke mis ik dan? Oh ja, we hebben wel 5 kanijntjes. Vooraan staat er nog één. Wacht, als ik murder, krijgen we dan. Als het goed is, stacken die allemaal. Ja, mooi, dan hebben we extra ruimte. Dat is chill. Maar het zijn wel die konijntjes die doodgaan, die dat kutgeluid maken. Jij hebt mijn zaadje opgevreten, ja, vuile natievogel. En ik heb de twigs trouwens ook gebruikt, de laatste 2 twigs die ik had. En volgens mij zijn we dat ook nodig. Oh nee, what the fuck? Oh nee, mijn twigs staan daar, 15 twigs. Oh. What the fuck kunnen we alleen nog maken? We hebben deconstruct structures. Nee. Een pickaxe. Die maken we wel even. En ik wil even minen. Nog even wat steen hebben. Oh, nitre alweer. Ik weet nog steeds niet wat nitre is. Komen we waarschijnlijk achter als we een alchemie ding hebben. Of met een ander character. Dat zou ook kunnen, maar dat weet ik eigenlijk niet. Onze HP is echt nog steeds belabberd laag. Dat komt ook niet weer. Ja, we kunnen slapen trouwens. Je kunt een ding maken om door de nacht door te slapen trouwens. Misschien hield je dat ook wel wat. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een goeie om uit te zoeken. Oeh, mooi veel gras hier. Dat is chill. We redden het sowieso wel weer om op tijd terug te zijn, hoop ik. Dus gaan we mooi even gras hakken. En het beste is om nu alles gelijk mee te pakken. Zoveel mogelijk gras. We gaan niet helemaal naar rechts toe. Dat is te ver. Dat zijn we sowieso te ver, denk ik. Ja. Dat wordt een donker nachtje. Oh oh. Please laat mij iets hebben voor vuur. Ja, een torch. Portable light source. Oh oh. Equip. Haha. Fuck you, vuur, dingen, hoe heet die, monsters. Ik weet niet hoe lang die torch meegaat, dus we gaan alsnog keihard rennen naar onze beest toe. Oh, muur. Oh ja, we kunnen er omheen. Light? Fuck af, jongen, en dan zet je die dingen in. Dat gaan we sowieso niet doen.
Zo hungry. Honger, niet janken. Hebben we nog iets anders dat we in de fik kunnen zetten? Kunnen we dit in de fik zetten? Nee. Spijtig. Nou, dat moet wel genoeg zijn. Gaan we dit allemaal koken? En als we dit zo elke dag volhouden, dan is er niks aan de hand en dan komt het helemaal goed eigenlijk. Dan zie ik het don't starve gedeelte, maar het sterven door honger zal een probleem zijn. Dan gaan we vast dood door iets anders. Kunnen we die al... is die nog niet klaar? Serieus? Ik vind hem toch echt wel klaar, maar oké. Maar we kunnen dit dus in de fik steken, maar ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Dus daar ben ik niet echt grappig op. Weet je wat, we gaan het gewoon... oh ja, dat duurt altijd even. Oké, nou hebben we er aardig wat gebouwd. Komen we er zo achter. Ik ga er eentje droppen. Nou heb ik die torch niet meer, zeker of wel? Nope. For fuck's sake. Nee, niet drop. Fuck. Eigenlijk wou ik hier ook gewoon een ingang maken. Meer op die manier. Repair. Gewoon met één gat ertussen. Ah, oh, fuck. Ik blijf mijn drop ook, hè. Kan ik het niet gewoon equippen? Nee, ook niet. Maar ik wou zeg maar een ingang maken op deze manier. Dat dit puur het ingangetje is. Dus dat... daaromheen is allemaal hoog. Behalve één ding. Dat is wat lager. Dat is de ingang. Van de dinges. Dus dat leek mij op zich wel vet. We moeten nog heel veel dingen hoog maken als we het echt mooi willen maken. En we zijn nog steeds met stro bezig, hè? Het is niet al te stevig, dus verwacht geen wonderen. Eigenlijk moeten we hout maken, maar dit is een prima defense denk ik voor eerst. We maken vanzelf wel eentje van hout erachter ofzo. En deze toevallig is er nog meegestoken. Ik wou namelijk dat ding in de fik steken en kijken hoe dat werkt. Maar dan moeten we eerst twigs hebben. Dus ja, dat wat. Gaan we twigs zoeken. En gras moeten we ook hebben. Sowieso. Als het goed is zijn hier inmiddels alweer wat saplings gegroeid, hoop ik. Nope. Oké, dan pakken we de pickaxe. Dan gaan we gewoon wat stone hakken. Dat moet hier ook ergens zijn. Daarboven. Oké, dan gaan we naar boven en dan gaan we daarheen. Dan gaan we naar boven lopen. En dan boven steen en nog verder naar boven zal ik saplings en twigs zijn, zoals hier. En gras, heel veel gras zelfs. Dus dat is ook heel mooi. We zitten echt in een perfect gebied zo, vind ik tenminste. Qua base, echt perfect. Voor wat ik wil. En het duurt aan de ene kant wel lang voordat er misschien... vooruitgang zit in de game, maar de muren en eigenlijk de base komt er al wat. Net zoals met Minecraft, het duurt ook lang eigenlijk voordat je iets hebt. Het is gewoon veel dagen werk. Maar we zitten al op dag 9, dus ik ben heel goed bezig, vind ik zelf. Vergeleken met dat vorige keer dus 6 was en dat ik toen doodging door monsters. In de nacht. En we nemen wat extra steen mee. We moeten ook nog aardig veel hebben, denk ik. Steen. De konijnen maken echt het raarste geluid ook. Het is net een fucking mager speenvarken wat ze te krijgen. Vind ik. Ik vraag me af of die stenen er nu nog op staan. Nee, dat is wel nice. Die stenen zijn ook gewoon weg van de map af. Dus dat is wel goed. Onze HP komt dus zo langzaam terug. Ik moet echt zo'n ding maken, maar ik weet niet meer wat dat was. Papier is voor writing things. Oké. Okay. Boards, cutstone. Ik weet niet meer precies hoe het moest. Maar ik weet wel dat we dus een slaapzak konden maken, zeg maar. Gewoon een bed. Ik weet dat het kan. Maar daar kijken we straks even naar. Dat is sowieso bij die machine, dus... dat komt wel goed.
Volgens mij waren we sowieso ook stro nodig. Of alleen stro, ik weet het eigenlijk niet meer. Dat nitrum moet ook eens even goed gaan opzoeken wat het is. Zou ik vast wel een wiki pagina voor zijn, maar dat ga ik allemaal niet opzoeken. We komen er vanzelf wel achter in de game. En als we er niet achter komen, komen we er niet achter en dan gaan we dood. Yay! Onze HP is in ieder geval nog prima. We moeten zo wel een keer die konijntjes gaan oogsten. En het wordt alweer bijna donker, dus. Gras, zoveel gras. Mooi. Nou alleen nog fucking twigs. Heel veel twigs hebben. Die backpack is ook wel chill trouwens. Dus nu gebruiken we hem niet echt. Maar als we die konijntje oppakken en dergelijke, dan gaat het echt snel. Dan is die echt heel snel vol in je inventory. Boe, boe, boe. Dank u. Hier met mijn zaadjes. Vuile vogel. Gewoon erop afrennen en dan gaat hij wel weg. Hoe ver zijn we uit de buurt? Valt mee. Dat moet wel lukken. We moeten ook nog langs de traps. Dat komt wel goed. We moeten gewoon veel gras hebben. Heel veel gras. I'm so hungry. Maar dat valt nog wel mee. Je hebt 50, dus niet jakken. Oké, tuurlijk. Je hebt een beetje honger, maar... Dat komt wel goed. We gaan zo een konijntje voor je halen. Vers, vers onder de trap weg. Verse konijntjes. Voor een maagje. Vers konijntjes zitten daar. We zijn er bijna. Mooi. Mag ook wel. Aan de kant, jongen. Vuile steen. Is dit het eerste ding? Nee, dan moeten we naar beneden. Die trap gaat ook een keer kapot zijn, hè, binnenkort. Dat is mijn grootste zorg. Want dan moeten we weer nieuwe traps maken. Oh oh. Ik weet dat je honger hebt. Fuck off. Oh oh. Wordt het donker, hè? Run, run, run. Door die ingang. Oh oh. Nee, 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 nee. Oh, is dat allemaal hooi? Nee. Fuck, we waren opeens te ver. Fuck mij, hoor. Dat was... We zitten elke keer net op het randje met dat. Moet ik even toegeven. Gaat elke keer maar net goed. En ik wil wel een buffel gaan hunten. Als ik eerlijk ben. Voor HP en dingen. Maar ik denk dat mijn HP er eerder afgaat dan de rest. En dat was een beetje op een nipt. Dus dat vond hij niet schappig. Mooi, zijn we eindelijk klaar? Harvest crop. Yay. Oeh, wat fuck is dat? Pineapple. Oh, dat was een korte nacht trouwens. Fuck. Plant. Mooi, die farms zijn allemaal chill. Het duurt wel lang voordat er wat komt, maar het is wel handig. We hebben in ieder geval een wortel en een dragon fruit. Kunnen we dat ook koken? Ja. We kunnen alles koken in die game. Prepare dragon. Holy crap, dat deed veel HP en dingen. Mooi. Een wortel gaan we ook wel even koken. Bam. Oh, we hebben ook weer een baat. Oké, equip, shave. Dank u. En dan kunnen we die baat weer op het vuur gooien. Fuck, dat was close, jongen. Dat was echt close. Pitchfork. Equip. Nope. We gaan even die andere traps nog checken. Dat moest nog. Zet de trap. Dank u. Ja, gras. En twigs.
Dat is wat wij gaan doen. Want ik wil die muur afmaken. Ik wil een fucking badass base maken. Met stroom. Ja, met stroom. Je hoort dit goed, met stroom. Dan gaan we naar boven. Dan gaan we ook gelijk even boompjes mee kappen. Want daar staan de saplings. Daar geeft het blijkbaar aan. Dat wist ik niet. Daar zijn ook wat saplings. Maar we gaan hier gewoon naartoe. Daar in de bossen lopen. Dan hebben we genoeg. Hoop ik. Genoeg twigs. En genoeg gras. En dan kunnen we de muur hoger maken overal. En ja, dan hebben we een beetje een stroommuur. Dan gaan we daarachter wat plants. Wat crops planten. Een beetje verspreid over dagen denk ik dat handig is. We hebben er nou eentje achterlopen op die andere. Ik denk dat het wel handig is als we nog van de farm... maar dan moeten we stront hebben. Dus ik denk niet dat het zo goed gaat worden. Want dat hebben we niet echt meer. Maar als we dat een beetje verspreid doen... dan hebben we in ieder geval elke dag wat te eten. Dat is wel belangrijk. Even kijken. De speer, dat kunnen we dan hiervan mee. We maken wel even een bijl. Maar we hebben maar één twig ook. Dus we hebben echt geluk nu. Gaan we chop, 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 chop doen. En dan gaan we boompjes meenemen. Misschien dat we nog een wooden wall mee kunnen nemen. Of iets anders van hout. Want we hebben echt nog maar weinig... Tuurlijk, we hebben nieuwe dingen gekregen. Maar het is echt nog niet alles van de game. Nog langer niet. De game is echt heel uitgebreid. En dat is juist ook wel heel fijn. Dat moet ook wel. Want anders raak je wel heel erg snel uitgekeken op de game. Maar zoals nu vermaken we ons nog prima. Het, het duurt even... Maar we komen er wel. Jee, een twig. Jee, nog een twig. Chop, 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 niche. Ik wil niet weten wat het voor geluid was rechts. Echt niet, ik loop er niet heen. Ik wil niet weten wat het voor geluid was. Het klonk niet fijn. Oh, dat zijn die bomen, nevermind. Dat klopt. Dat was ik al vergeten. Bomen als ze groeien maken geluid in deze game. Die maken echt een heel apart geluid ook. Echt een prachtig mooi geluid maken zij. Chop, 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 chop. Je hoort me misschien echt klikken, maar... Ik kan er weinig aan doen. Je moet nou eenmaal hard klikken bij deze game. Dat is het doel van de game. Klik. Zou het nog lukken? 15%? Ja, moet net lukken misschien. 15% bijl en die boom om. Tegelijkertijd. Wees lief game. Dank u. Niet dat we niet een nieuwe bijl kunnen maken eigenlijk, maar... Hier hebben we nog wat steen, dus dan pakken we gelijk even een pickaxe mee. We gaan die konijn even vermoorden. Oeh, belangrijk. Het houdt in dat we meer mee kunnen nemen. It's all piney. Dat is misschien de bedoeling van een pine tree. Heel misschien. En we komen bij het steengedeelte, dit is allemaal nieuw voor ons. Maar daar zijn allemaal losse stenen liggen daar over het algemeen. Flint en van alles en nog wat. Dus ja, vandaar dat je ook zo'n zo'n kampvuur wat wij hebben, wat je elke keer kunt aansteken. Gewoon een vaste plek. Kun je over het algemeen al wel maken voor de eerste nacht. Zoals dat wij het ook hadden eigenlijk. Dat was ook mijn doel. In de eerste part. En dan heb je een beetje een vaste vuurplek. Dat is veel fijner. Veel handiger. Maar we gaan even steentjes oppakken. Oeh, het is fucked up irritant donker. Wat wel een korte nacht, dus dat scheelt weer. Moet ook een keer eten hebben. Oh, wat voor flint. Oh, terug, 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 terug. Naar de berry bush. Pak die flint op en pak die rocks op. Game, hoe moeilijk kan het zijn? Niet alles te moeilijk, denk ik. Wacht, we hebben een pitchfork, hè? Oh, fuck. Dig. Ja, grass turf.
pakken we er nog een van. Want als we dat hebben, ik denk dat het wel handig is. Dat houdt in dat wij... als we dat erbij zetten, dan krijgen we gras en krijgen we ook bomen. Dus komen er gewoon saplings uit de grond zelf. Dus hoeven wij niet meer allerlei moeite te gaan doen. Ik pak nog een paar steentjes mee. En dan, dan gaan we weer terug. Heb ik genoeg om een torch te maken eventueel? Ja, oké. Dan is het goed, dan hebben we tenminste iets om terug te lopen. Die ook nog even kapot minen. Volgens mij hebben we echt genoeg steen wel op het moment. En genoeg flint. 31 flint, dat moet net genoeg zijn. Uh-oh, volgens mij moeten we een torch gaan maken. Dus je moet hem ook gaan equippen, dank u. Gompie. Hier is goud. Goud! Dat is zo mooi, goud. En dan lopen we in het donker. Oeh, dat is fucked up. Ik hoop dat we er komen. Het is echt fucked up donker. Je ziet geen steek. Hier is heel veel goud. Mooi. Moeten we even onthouden dat daar goud is. We gaan gewoon mee met het water. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Stout. Uh-oh, 12 HP. Run. Niet vast gaan zitten, niet vastzitten. Hoe de fuck loopt die map rond? Ik zie geen steek, die torch wordt lichter. Nou zie ik weer wat. Oh fuck. Nog maar 12 HP, daar ga... Oh fuck, we hebben ook honger, jongen. Die stier loopt nog steeds achter mij aan, volgens mij. Ik durf niet te stoppen. Ik hoop dat we nog goed lopen, ergens. Het is dag. Yes, we hebben de nacht overleefd. En we zijn bij mijn beest. Yay! We hebben het overleefd. Fuck, dat was kut. Dat was echt spannend. Ik zie u weer in de volgende part, voordat wij verhongeren. En ja, laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwde games kopen? Zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie, klik op de link in de beschrijving.